Helder Zicht op Werk is ontstaan omdat wij merkten dat er behoefte was aan een vast informatiepunt voor alles wat met de uitkering te maken heeft. Informatie wordt vaak telefonisch of in de spreekkamer gedeeld en bij thuiskomst is de helft vergeten. Onduidelijkheid over hoe de gemeente kan ondersteunen bij het vinden van werk of trajecten die wij aanbieden, wilden wij wegnemen. Al deze punten hebben wij samengebracht op één plek, wat heeft geleid tot deze website. Het unieke van de website is dat je als gemeente zelf de content, indeling en de website verzorgt. Je bent hierin dus niet afhankelijk van een partij. Een pagina aanmaken, een nieuwsbericht of vacature online zetten is iets wat elke medewerker kan doen. Nou, al in een vrij vroeg stadium, toen de website werd gelanceerd, Helder Zicht op Werk, heb ik meteen gesolliciteerd op een vacature die erop stond bij NH Post als courier. Ik heb meteen een heel leuk gesprek gehad daar, heel inspirerend. Het klikt ook meteen en binnen een week kom ik daar aan de slag met een nieuw project. We zijn nu 4-5 maanden verder en ik heb nu vast contract, dus dat is heel mooi, heel positief. Ook de begeleiding van de gemeente vond ik erg positief erin. En Helder Zicht op Werk als website in zijn geheel is natuurlijk heel mooi. Dus ik kan een soort verzamelplaats voor informatie, vacatures, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Je kan er eigenlijk alle informatie vinden die je zoekt als werkzoekende of als werkgever die werknemers zoekt. Dus ja, ik vind het een heel positief project en het heeft mij een hoop opgeleverd. Een vaste baan. De website Zicht op Werk geeft overzicht en informatie over werk en inkomen. Handig voor iedereen die op zoek is naar werk en daar ondersteuning bij kan gebruiken. Zo is het inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn op het gebied van opleidingen, reïntegratietrajecten of passende vacatures. Ook voor mensen die niet op zoek zijn naar werk bevat de site nuttige informatie. Bijvoorbeeld over betaaldata van de uitkering, wat je rechten en plichten zijn als je een uitkering ontvangt en hoe je een verblijf in het buitenland moet doorgeven. Hoe heb ik mijn werk gevonden? Het is via internet. En van gemeente Den Helder, ik moest een werk vinden. Samen met de gemeente, wij hebben een afspraak gehad bij de Hortus. Dat was leuk. En inderdaad, ik was meteen verliefd. Eerst was een kleine excursie. Hier kan je ook een certificaat krijgen. Als jij werkt een jaar lang of zo, dan krijg ik een vaste baan. Dat is ook superleuk. Wat ik leuk vond, dat ik zelf kon kiezen wat ik vind leuk. Bijvoorbeeld met planten werken of met leuke collega's van mij. En dat vind ik hier bij de Hortus gevonden. En ik vind het een heel leuke, mooie plek. Het Helder Zicht op Werk willen we zoveel mogelijk mensen in staat stellen om zelfstandig kansen te vinden naar passend werk. Ze zijn daardoor minder afhankelijk van de gemeente. We zijn blij met de interesse vanuit de andere gemeentes in de Noordkop om mee te doen aan de doorontwikkeling, waardoor we het straks hebben over zicht op werk.